Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag hebben we iets moois. Ik wilde hier eigenlijk geen video meer over maken, want ik dacht, het onderwerp is afgesloten. Het is voorbij, het is mooi geweest. Ik wil het niet meer, het is goed. Maar, toen kreeg ik dit 100.000 keer doorgestuurd. Dus dacht ik moet hier een video over maken. Ja, jullie kennen hem wel. Hoitboek, ja, Boy Corner. Alle namen heb ik gehoord, allemaal schitterend. Als je afvraagt, Koen, waarom ben je zo nat? Het is nogal warm en ik zweet me helemaal de tering. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Vandaag gaan we kijken hoe, met een stappenplan, wat ik voor jullie heb gemaakt, speciaal voor jullie heb gemaakt, je een succesvolle ondernemer of cursusondernemer kan worden. Daarvoor heb ik dit artikel er ook bij van de Quote. Quote is zeg maar een soort website waar allemaal dingen opkomen over geld. Hoor, is ook een hot topic. Daar zijn serie op Videoland waar we echt keihard om hebben kunnen lachen. Echt, Videoland, alsjeblieft breng seizoen 2 uit. Maar goed, nou echt, de leugens blijven maar doorgaan en doorgaan. Het is ongelooflijk. Wil je niet grappig op mijn kanaal doen, dan zeker kan niet beneden. En, ja. Laat even een duimpje omhoog achter. Oké, even kijken. Succes influencer vraagt 50.000 voor adviespraatje, maar heeft niet eens een bedrijf. En ook van zijn leeftijd jokt Boyd Hoek, een van de succeskletsers uit via de reële snelle jongens, een paar jaartjes af. Dat is helemaal niet zo oud als dat hij eigenlijk is. Ik moet het eerst even lezen om een soort van door te krijgen hoe je een succesvolle cursist... Nee, een cursist, iemand die een cursusgever kan worden. En daarna dan gaat het helemaal goed komen, jongen. Oké, Boyd Hoek, hoofdrolspeler in via de snelle jongens, een reality serie over vier succesinfluencers. Ja, ongelooflijk. Heeft er een dagtaak aan. De wereld ieder etmaal opnieuw 10.000 euro's aan maandelijks inkomen beloven. Ja, dus zeggen van, je kan rijk worden als je mijn cursus koopt, of nu doet hij psychologische typen. Zo, het boeit ook geen flikker. Trouwens, mensen, even voor de duidelijkheid, ik ben hem nog steeds niet dit echt tegengekomen. Mocht dat wel zo zijn, ik hou jullie uiteraard op de hoogte. Jullie hebben er natuurlijk allemaal zin in. Ik ook. Ik ben super benieuwd. Waarschijnlijk gaat hij zeggen van, ah, ik heb video niet gezien, man. Dat lijkt me echt een reactie voor. Hij heeft maar even zijn methode. Heel veel geld vragen voor je tijd. Maar echt heel veel. Zo kost 1-op-1 coaching met Boyd Hoek minstens 50.000 euro. Een bedrag, zoals Boyd Hoek zelf zegt, misschien crazy. Oké, misschien crazy. Dus ik moet ook met taal is belangrijk. Metaal. Maar ook normaal is als je zo lang in business bent. Even heel duidelijk, ik ga meteen zeggen: ik geloof er geen van. Niemand gaat 50.000 euro betalen om met Boyd Hoek te praten. Ik ga even kijken naar deze video. Right, dus ik heb een hoop mensen die me vragen over conference, hypnose, dat soort dingen. Zelfsabotage fixen. En luister, normaal om met mij te werken, gewoon op een 1-op-1 basis, hypnose te doen, coaching te doen, dat soort dingen. Is een investering van minimaal 50.000. Bullshit! Cap. Dit is zo cap. Zelden zoiets gehoord wat zo niet waar is. Oh, wat is dit niet waar? Niemand, maar ook echt niemand, maar ook echt niemand van deze wereld gaat dat betalen. Maar om dat te zeggen, klinkt het wel vet. Want dan zeg je, ja, het kost normaal gesproken 50.000. Ja, kijk, weet je mensen, normaal gesproken een advertentie op mijn kanaal kost 2 ton. En dan is het vet, want dan komen de adverteerders op mij en denken jullie allemaal van, oh, ik krijg 2 ton, ik krijg 2 ton, ik krijg 2 ton. Nee, dat is niet zo. En ik heb deze video ook geen sponsor, want weet je, ik heb geen sponsor nodig om leuke video's voor jullie te maken. Maar als jullie en ik wat goedkaartje willen kopen, zou het fijn zijn. Bedrijf van Matty, Rob, Roel en van mij, de goedkaarten. In alle kleuren en maten. Lezen in Nintendo, Xbox, betaalkaarten, schitterend. Prachtig. Maar goed, oh, hij is nog niet klaar. Klinkt voor sommige mensen crazy, maar op het moment dat je zo lang in business bent, dan is dat het niet. Nou, luister, Boyd Hoek. In een wereld die ik me haast niet kan voorstellen, maar in een wereld dat je inderdaad 50.000 zou krijgen, dat iemand dat betaalt. Dat iemand denkt, ja, ik zie deze gast voorbij komen op Instagram met, wat is het, met allemaal chicks die ingehuurd zijn en daar dan liggen. En ik denk van, dit vind ik zo vet, dit wil ik ook. Op het moment dat er één iemand is, maar... Eén iemand die denkt van, nou, die zou ik wel willen. Zelfs dan is 50.000 een bizar bedrag. Want hoe lang kan je in business zijn als je fucking 24 bent? Daarvoor heb je cursussen verkocht. In het psychologische business ben je 3 jaar. Dan ben je niet lang in business, geen 50.000 waard. Nou goed. Boyd Hoek niet meer in business. Kijk, van zoveel voor een ambitie raken wij quote direct enthousiast. Maar wel met een schuin oog speurend naar een stukje onderbouwing. Wonderlijk dus dat de Kamer van Koophandel Digital Presence, waarmee hij zich hier en hier profileert, sinds 13 mei is uitgeschreven. Boyd Hoek zou in theorie tot op het moment een succesvolle eenmanszaak gerund kunnen hebben. Iets met cursussen rond digitaal keihard goede verkopen of zoiets. Maar iedere ondernemer die ruim een tonnetje of meer winst per jaar pakt, weet dat je het best kunt overschakelen naar een andere fiscaal handige bedrijfsvorm, zoals een BV. En met zijn tarief is dat voor Boyd Hoek slechts een weekje per jaar werken of zoiets. Ja, dus zeg maar, op het moment dat je zeg maar meer dan 2 ton verdient per jaar of zo, dan kan je beter in plaats van een eenmanszaak, kan je beter een BV oprichten, want dan betaal je minder belasting. Daar komt het op neer. Pop direct de volgende vraag op. Wat en waar zit dan die meerdere six figure bedrijf? Die Boyd Hoek op zijn LinkedIn pagina claimt te hebben opgestart. Ja, dat is dus ook wat ik me afvraag. Waar zijn die bedrijven? We vinden niks nakkes nada noppes. Websites zijn zelf op zwart. Zelfs zijn naam in het kadaster. Geen enkel pandje. Toch bij uitzicht het teken van voorspoed. Een paar voordeurs. Dus inderdaad, als je een paar panden hebt, dan weet je van, oké, iemand heeft geld en hij koopt pandjes. Nou, wie Boyd Hoek zijn factuurtjes van 5000 euro stuurt, blijft vooralsnog een groot raadsel. Nou, ik kan het je vertellen naar helemaal... Nou, dan gaat er een stuk over zijn moeder. Die woont in Bloemendaal in een duur huis. Eigenlijk heeft
hij gewoon rijke ouders. Daar komt het eigenlijk op neer. Om nou zijn moeder hier te lopen flamen. Dat staat ook nergens op. Gevraagd naar hoe en wat. Mailt Boyd Hoek. Ze hebben dus gemaild. Dat vind ik dus mooi. De quote heeft gemaild bij Boyd Hoek. Dat is voor die €5.000 hartstikke veel meer dan een adviesletspraatje. Het gaat om een coaching consulting traject van 6 maanden. Met 2 1-op-1 sessies per maand. En toegang tot alle onderliggende groepsprogramma's en cursussen. Ik ga persoonlijk liever dood. Maar goed. Verhuizing naar Dubai is volgens Boyd Hoek de reden achter de uitschrijving van zijn solo show. Al kan dat geloven, tekstje boven het Instagram profiel van deze Digital Nomad. Net zo goed Bali of Los Angeles zijn. Nou, hij is overal die fan. Toch vinden we in het oliestaatje Spoor. Een zeer beknopte KVK-inschrijving van zomer vorig jaar. Zonder zakelijk adres, geen bedrijfswebsite of zoiets. Voor de rest heb je nogal wat bedrijven. Nergens te vinden. Nergens te vinden. Zegt Boyd nog, ik kan je betaling sturen, dat je kan zien hoeveel geld we hebben. Nou, zeg quote, geen probleem. Heel graag, Boyd, stuur het terug. Wat een paar dagen ontvangen betreft onze stoutste droom. Om te beginnen, wat de quote zijn eerdere mail opdist, is verkeerd. Zegt hij in een 5 minuten durende video waarin hij ons bij de hand neemt. Dat Boyd ook graag even rectify. Ik vind het ook mooi, dat zij hem ook biedt. Een half jaar project met per maand 2 gesprekken kost slechts €30.000. Wie iedere week een digitale call wil, trekt voor €5.000 de poeplap. Er volgen 2 contracten en een factuur van €5.000 aan Bryce uit Hongkong. Niels uit België plunt zijn spaarrekening voor €26.000 aan coaching. Luister, Niels, mocht jij bestaan, nou ja, ik kan me niet voorstellen. Er zal vast een Niels zijn in België. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat er eentje is die €26.000 aan Boyd Hoek betaalt. Maar, ten eerste, stuurt Boyd Hoek jouw contract rond? Weliswaar anoniem, maar toch weten zij wel dat Niels uit België nu dus zijn cursus koopt. Nou, daar sta je natuurlijk al vragen. Maar goed, dat is al niet heel netjes, als je het mij vraagt. Ten tweede, holy shit, stel je zou het echt doen, €26.000. Ik durf mijn handen voor in het vuur te steken dat ik meer weet dan Boyd Hoek. En ik doe het voor de helft. Dan wil ik best een keertje met jou bellen per week. Dat is helemaal niet erg. Voor zeg €13.000. Doe wij lekker een digital call elke week. Nou, ik zie echt hier een f***ing goede deal, houden. Ik ga cursussen verkopen. Ja, klopt. Ga ik straks doen. Want ik ga mezelf straks omtoveren tot cursussen verkopen. Als een als een six-figure bedrijven. Die heeft hij allemaal uitgeschreven. Want, ja. Geen flauw idee. Dan heeft hij wat betalingssystemen. Eén zou €850.000 zijn binnengekomen. Nou, dat, ik geloof dus wel dat hij een keer best veel verkocht heeft. Met die echte cursussen. Wat hij op YouTube adverteerde. Ik geloof best dat hij daar 1 miljoen mee verdiend heeft. Pure scam natuurlijk, maar goed. Ik vraag me echt af van die mensen die dat dus allemaal gekocht hebben. Ja, jullie durven het waarschijnlijk niet. Maar stel je hebt het nou gekocht. En ja, ik snap, je bent nu een gebeterd mens. Stel je hebt het destijds gekocht. Kan je me even een DM sturen? Ik zal je echt anoniem laten. Kan je even een DM sturen hoe dat was? En of je nu €10.000 per maand verdient? Ik denk het namelijk niet. Maar je weet het niet. Je weet het niet. Nou ja, ik weet het wel. Het is niet zo. Is natuurlijk niet zo. Ik denk dat helemaal niemand van zijn cursus €10.000 per maand verdient. Want hebben jullie dat zelf niet eens? Nu hij is geëmigreerd naar Dubai, richt hij zich op vol performance coaching voor ondernemers. Nou, ik moet zeggen, ik twijfel. Oké. Ik weet nu alles over hem. Laten we maar beginnen met stap 1. Ik zie er niet uit als Boyd Hoek. Wat is zijn kleding? Hij daar vaak over hem. Ik zie hier een tijger. Ja, dit heb ik allemaal niet. Een Gucci shirt. Heb ik ook niet. Hier een te strak wit blouseje. Die heb ik misschien wel. Is dit niet iets wat ik wel heb? Mooie. Oh, dit. Ja, dit heb ik wel. Een wit blouseje. En een heel kort broekje. Ik ga even op zoek. Hebben jullie hier zien? Een witte blouse. Ik draag persoonlijk eigenlijk nooit een wit blouse. Want ik verkoop nog geen cursussen. Maar er komt straks uiteraard verandering in. Heb ik dan hier nog een korte zwarte broek? Wel blauw. Pakken we die mee. Ga ik me even omkleden. A few moments later. Zou ik jullie nu een cursus kunnen verkopen? Als jullie even heel eerlijk zijn. Als ik zou zeggen, ik heb een cursus, zou ik kunnen? Nog niet, hè? Nee, we zijn er nog lang niet. Mensen, het is tijd voor stap 2. De outfit heb ik. Stap 2, geen bedrijf opzetten. Kijk, in principe heeft Boyd natuurlijk helemaal geen bedrijf. Dus, dat heb ik helemaal niet nodig om cursus te verkopen. Het is toch allemaal zwart. Dan moet ik een naam hebben voor mijn bedrijf en een logo. En digital presence, ik zit te denken aan... Ik moet een beetje... wat exotischer, vind ik. Cursitos oplichteritos. Dat wordt de naam van mijn nieuwe bedrijf. Wat niet bestaat. Maar dat maakt niet uit, want dat is helemaal niet ergens cursus verkopen. Tijd voor stap 3. Een van de belangrijkste dingen en misschien wel de unique selling point van een goede cursus is Nederlands en Engelse woorden door elkaar gebruiken. Gewoon veel ook, hè. Gewoon veel. Constant eigenlijk. Daar ben ik niet zo goed in, want ik ben niet zo heel goed in Engels. Maar vanaf nu ga ik in elke zin tryen om een Engelse word te use. Dit is zo... Shit. De rest van de video. Hij dus, waarom de f*** hangt deze lamp zo scheef trouwens? Wat is dit? Gefaald, shit. Why is this, hangt deze lamp not right? Oké, ik moet hiervoor nog wel een beetje tryen en practicen. Weet je? Ik bedoel, you know, everything komt goed. Stap 5 is iets meer serious. Zoals jullie allemaal know, moet je af en toe een mooie quote... in between schuiven. Want die quotes zorgen dat je natuurlijk viral gaat. Dat je supposed to whom you connect with. Ja, ik heb geen idee wat die vet allemaal lult. Stel, je bent de vork. Je valt niet op tussen alle andere vorken. Maar wat doe je eraan? Je moet met innerlijke psychologie naar buiten treden en ervoor zorgen dat mensen je niet zien als een vork. Maar het is heel anders. Bijvoorbeeld een frituur of zo. Ja, ik ben hier zo slecht in. Hoe kan je een quote doen over een peer en niet
lachen. Ik snap er niks van, broer. Ik snap er helemaal niks van. Mensen, ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben. Willen jullie nou mijn cursus downloaden? De allereerste aflevering van mijn cursus, die staat in de beschrijving. Een aanradertje, ik zou het doen. En mensen, voor je het weet, ben je fucking succesvol, man. Ik word zo moe van die gasten. Ik wil hier helemaal niet meer over nadenken. Maar download mijn cursus, staat in de beschrijving. Stel, je bent een goudvis. Dat is toch kut? Goed, download my cursus. Link is in de bio. I hope you enjoyed. Abonneer, like deze video. Ik zie jullie later weer. Doei.